De politie heeft dinsdag in een woonhuis aan de Nijmeegse Hillekesakker een drugslab aangetroffen. De agenten vonden meerdere vaten met chemisch afval. Deze zijn in containers naar buiten gebracht en worden nu onderzocht. De inval was onderdeel van een grotere operatie met invallen op 11 plaatsen in de regio. Daarbij werden ook wapens en flinke sommen contant geld gevonden. 4 verdachten zijn inmiddels aangehouden. Dat aantal zou nog kunnen oplopen, zo vertelt de politie.